Goedemorgen, kluskundige hier. Nou, ik ben vandaag in het mooie Valkenburg. Het weer is alleen wat minder mooi. Ik ben vandaag eventjes bezig in een badkamer. Er zijn wat rare sporen op deze muur te zien, hier zo. En hier laat het los. Het plint is aangetast. En hoe komt dat? Vermoedelijk doordat de aansluiting van de kranen, van de douchekraan, niet afgekit is. Dus ik ben hier nu bezig. Een nieuwe doucheglijset van Grohe. En er ligt hier een nieuwe kraan klaar. En ik haal zo de oude kraan eraf, dus het water afsluiten. En dan gaan we eens kijken of de installateur van de badkamer vergeten is om de aansluitingen af te kitten. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Als dat niet gebeurt, dan lekt er water achter de kraan langs, achter de rosetten. En dan verzadigt de muur met water. Dan krijg je allemaal leksporen aan de andere kant. Dus we gaan het zien. Kijk, ik heb de kraan verwijderd en je ziet toch dat die afgekit is. Ja, de vraag is alleen of dat niet. Je ziet toch wat kleine kiertjes zitten. Dus wat ik ga doen is eventjes de oude kit verwijderen en alles opnieuw afkitten. En dan kan de kraan er weer op. Nieuwe glijstangset, nieuwe thermostaat kraan gemonteerd, de achternetjes afgekit. Dus ja, ik kies altijd voor Grohe kraan, een Grohe systeem. Ja, dat vind ik kwalitatief wel een mooi spul. En denk dat het het langste meegaat. Dus gun je jezelf deze winter nou ook een mooie nieuwe douche. Het zit bij jou ook alles los, lekt het. Je zit helemaal wit van het kalk. Ga zo maar door. Bel dan de kluskundige en laat lekker deze winter verwennen met een nieuwe douche set. Heerlijk als het geregend heeft de hele dag. Is toch fijn.